Yvonneke staat een beetje in de belangstelling. La Estrella is niet aanwezig. Dat is voor kleinkinderen. Ik zit liever naar de Giro. Nou ja, de Giro volg ik alle dagen. Die twee beconcurreren elkaar nog altijd alsof dat zij in de showbiz staan. En alsof dat ze nog alle twee een plaatsje moeten veroveren in de top 10. Oh, ik amuseer me. Ik amuseer me alleen, ja. La Estrella heeft al een paar keer gezongen voor ons en ik vind ze heel goed. Een hele toffe mevrouw. Die vertelt niks, hè. Die zingt maar, hè. Allee, zingen. Ja, ze hebben niet een middag ieder twee leken gezongen. Maar die vond is niet aardig, niet meer bestemd. Maar die heeft dan voorgedragen. En dan is het al, ja, o lieve vrouw, door. Ik vind dat vreselijk, maar de mensen vinden dat toch goed, ze doen. Yvonneke, ze heeft gestudeerd bij dezelfde zangprofessor als ik. Maar ze is geen zangeres geworden. Wat als ze zo oud is, hè? Dat ze het niet lang meer zou kunnen doen, hè? Tuurlijk, we hopen dat ze onder de 10 mocht. Dat ik nog maar leef. Dat zou wel spijtig zijn, hè?